Welkom, we gaan vandaag een ovenschotel maken met oesterzwammetjes, courgettes, kip en tortipasta. Tortipasta is een spiraalvormige pasta, dat maakt het iets wat verrassender, een andere aanpak. Zo, wat gaan we hiervoor gebruiken? Olijfolie, gemalen parmezaan, mascarpone, blokjes van een kippenfilet, oesterzwammetjes die we al in kleine stukjes hebben gescheurd, courgettes zonder de zaadlijstjes, citroentijm, melk en de torti van Panzani. We gaan beginnen met onze kippenblokjes aan te pakken in een klein beetje olijfolie. Mooi verdelen over de pan, zodanig dat alle kanten mooi kunnen kleuren. Ziezo, onze kippenblokjes hebben een mooi kleurtje. We gaan het vuur even uitzetten. We scheppen de kippenblokjes uit op een bord. We gaan eigenlijk voor dit recept één pan gebruiken om alles te bakken. Dan hoef je niet een hele hoop afwas te doen. We doen al opnieuw een heel klein beetje olijfolie in onze pan en dan gaan we onmiddellijk onze courgetteblokjes aanbakken. Ziezo, courgettes in de pan. Terwijl die courgettes gemakkelijk aan het bakken zijn, gaan we onze citroentijm nemen. We gaan die zachtjes ritsen tussen de courgettes. Opnieuw kruiden, peper en zout. Ziezo, de courgettes hebben ook een mooi kleurtje gekregen, mogen op hetzelfde bord erbij. En nu bakken we onze oesterzwammen af. Oesterzwammen, op voorhand een klein beetje gescheurd. Zeker niet spoelen met water, want dat is eigenlijk bijna als een spons als ze vuil zijn. Een klein beetje met een borsteltje is meer dan genoeg. We gaan deze in twee keer bakken, als je, zodanig dat ze ook mooi kunnen bakken. Niet een overvolle pan. Opnieuw afkruiden, peper en zout. Ook bij deze oesterzwammen gaan we opnieuw een klein beetje van die citroentijm toevoegen. Opnieuw de oesterzwammen. Gewoon een klein beetje kleur geven, is meer dan genoeg. We scheppen die opnieuw uit op ons bord. Ziezo, onze groentjes zijn mooi gekleurd, staan helemaal klaar voor de saus, dus we beginnen aan de saus. De eerste stap van onze saus is onze melk gewoon aan de kook brengen. We doen ook een beetje peper van de molen en nog een beetje zout bij onze melk, zodanig dat alweer ook hier genoeg smaak in zit. Ondertussen kookt onze melk en gaan we de mascarpone toevoegen. We gaan die al een klein beetje verkleinen, zodanig dat ze snel de warmte opneemt. We gaan dit alles even losroeren, zodanig dat je één mooie homogene massa krijgt. Ziezo, onze mengeling van mascarpone en melk kookt. Nu gaan we onze gebakken ingrediënten toevoegen. We gaan dat zachtjes doen. We laten dit opnieuw zachtjes koken. Zo, ik heb ondertussen een pot opgezet met kokend water. We gaan daar nog goed wat zout aan toevoegen, voor we de tortipasta aan de kook brengen. Zo, we gaan de pasta nu 7 minuutjes koken. Vanaf dat pasta opstaat even losroeren, zodanig dat het kokend water overal mooi tussen kan komen. Als je dat niet doet, krijg je één klomp pasta. Ook als je pasta kookt, zeer belangrijk, zorg dat je genoeg water hebt, genoeg zout in doen. Ziezo, de pasta is klaar. We gaan die mooi afgieten. En nu is het moment van afwerking gekomen. We voegen de saus met alle ingrediënten erbij toe aan de tortipasta. We vermengen mooi alles door elkaar, pasta, groentjes en de saus. Wanneer we dit allemaal mooi vermengd hebben, storten we het uit in de ovenschotel. En we storten alles mooi uit. Zo, en nu gaan we afwerken met een mooi handvol vers gemalen parmezaan. En nu gratineren we dit voor enkele minuten onder de grill. Ziezo, onze ovenschotel met torti van Panzani is klaar. We gaan die mooi serveren. Kijk, helemaal mooi goudbruin. En eens een andere vorm. Een mooie portie uitscheppen. Ziezo. Als afwerking kan je een takje verse oregano gebruiken. Is absoluut geen must, maar als het een beetje
wil opsmukken, is dat natuurlijk altijd fijn. Ziezo, torti van Panzani met oesterzwammen, kip en courgette.